Peter de Waard, hartelijk welkom. Voormalig correspondent in Londen, 2000 tot 2007. Volkskrant, ja, je bent natuurlijk druk mens natuurlijk op dit moment. Ja, op dit moment word ik heel veel gevraagd, ja, want ze hebben heel veel Engelanddeskundigen nodig. Dus ja, de pot is gauw op en dan gaan ze naar mij toe. Oh, je bedoelt dat je een soort sluitpot bent? Ja, nou, een beetje wel, denk ik. Je doet eerst Peter Brussen natuurlijk. Hè. Die is toch wel veel beroemder. En daarom kom je bij mij. Ik ben niet zo beroemd van Tim de Wit zat er nog tussen. Maar... Oh, Tim de Wit. Ja, die is er ook. Ja. Nee, ze hebben er meer, hoor. Nee, dat is flauw. Dus, Jij bent vooral economie, natuurlijk. Ja, ik ben eigenlijk vooral economie. Maar ik heb gisteren toch wel in Buitenhof en het Oog op Morgen. En vanmorgen bij deze zender, BNR, ben ik ook al om 6 uur even geweest. Zo vroeg? Ja, zo vroeg. Ja, dan geen 3:15. Ik zag gisteren. Ik kruip daarna meteen ook weer in bed. Ik zag gisteren bij Op1 was. Nee, bij Jinek was dat. Toen was Tom Egberts werd gevraagd ook naar de situatie in Engeland. En daar stond dan, kreeg als titel: zijn moeder is geboren in Engeland. Ja. Dat is, dus ja, je bent al snel Engelanddeskundig. Je bent al snel Engelanddeskundig. Ja. Maar goed, als je veel links rijdt in je auto, waarschijnlijk nu ook al vandaag gedacht. Maar ik heb er heel lang gezeten. Ik heb er gewoond. Ik kom er nog ieder jaar 3 keer. En ik zie hoe de Engelse kranten omgaan met het Koningshuis. En je ziet dat er iedere dag een stukje over staat. Dan over Harry, dan over Andrew. Ze maken allemaal brokken. En er was eentje die geen brokken maakte. Maar die had ook nooit een opinie. En dat was de koningin. Ja. En die is nou dood. Dat is wel heel tragisch. Einde van een tijdperk, 70 jaar. Ja, 70 jaar. Ja, je spreekt in Engeland natuurlijk ook niet van nog eeuwen. Dit was geen vraag nog. Nee, ik was aan het inleiden eigenlijk. Oké. Okay. Ja, nee, het is goed hoor. Maar, ja, oké. Okay. Maar goed, je spreekt in Engeland niet van eeuwen. Je spreekt in Engeland van tijdperken van royals. Stuarts, Tudors, Elizabethan, Victoriaanse tijd. Dus dat gaat altijd om de royals. Oké, okay, maar ik lees overal dat er het einde van een stuk geschiedenis. Wat gaat er allemaal veranderen nu Charles de koning gaat worden? Wat betekent dit voor die Engelsen? Wordt het koninghuis nu ook minder populair? Dat hangt natuurlijk een beetje ook van Charles af. Maar ik denk niet bij voorbaat dat het koningshuis minder populair zou worden. Nou, Charles heeft niet echt een staat van dienst waar iedereen heel erg op Nee, dat is ook zo. Maar hij heeft zich heel goed hersteld hoor, na Diana. Dus dat heeft hij zeker gedaan. En op dit moment heeft hij een populariteit. En zelfs Camilla is vrij populair. Maar hij kan alles natuurlijk verknallen. Of zijn probleem is natuurlijk dat hij wel sterke opinies heeft. Hij heeft opinies over architectuur, over landbouw, over duurzaamheid. Ja. En dat heeft de vorige koningin, of de vorige vorst, natuurlijk nooit gehad. Nee. Die had helemaal geen opinies. Die stelde hoogstens een vraag. Niemand wist wat ze dacht. Ze heeft nooit tegen een premier gezegd van... daar ben ik het helemaal niet mee eens. Hoogstens zei ze van... weet u wel wat de gevolgen zijn of zo? Dat was een beetje understatement, hè, wat ze deed. Maar zij heeft nooit iets gezegd. We weten echt niet wat ze denkt. Maar het Koningshuis, heb ik altijd begrepen, is toch een beetje een bindende factor in de samenleving. Zien we hier in Nederland ook. Als je nou iemand als Charles op de troon hebt, die met hele fikse meningen die maatschappij wel eens kan gaan polariseren, verwacht jij dat? Ja, dat kan natuurlijk het geval zijn. Het is natuurlijk niet alleen het Koningshuis van Engeland. Het is het Koningshuis van de wereld. Eigenlijk, de Amerikanen kennen maar één koningshuis. Dat is het Britse Koningshuis. Het is ook nog koningin van... Charles is ook koning. Wordt hij van Canada, van Australië, van al die speldenprikken in de Caribbean. Dus hij heeft nog een heel rijk. En dat moet hij ook allemaal te vriend houden. Dat wordt best wel moeilijk. Kan hij dat? Ja, dat moeten we afwachten natuurlijk. Dat weet ik niet. Want jij kent hem. Ja, ik ken hem wel. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Ook. Ja. En ik... hij doet dus... ten eerste is het natuurlijk... Hij is al 73, hè. Dus hij zal het niet zo verschrikkelijk lang doen. Ik denk dat hij wel de koningshuis een beetje zal moderniseren. Ik denk op een gegeven moment dat hij misschien als eerste koning wordt die ook gaat abdiceren. Hè? Dus dat hij over 10 jaar het stokje overdraagt aan William. Die is al 40 en die kinderen zijn wat groter. Ja. En ik denk ook misschien dat hij... Hij wordt ook hoofd van de Church of England. En volgens mij is hij helemaal niet gelovig. Maar zou ik nou zeggen, kan dat wel? Waarom kan dat? Hij is gescheiden. Er zijn allemaal problemen erbij. Dat is toch helemaal niet fijn daar? Nee, misschien geeft hij die functie ook op. Dat ook gemoderniseerd wordt. Dat hij niet langer hoofd wordt van de Church of England. Hij was er ook betrokken. Ik ben het nu aan het zoeken. Prins Charles kreeg nog 3 miljoen cash van een Qatarese sheik. Hij heeft toch nog hier en daar wat geld onder de tafel. Dat weet ik niet. Dat is een verhaal. Waar kom je daar aan? Ik weet wel dat het gold voor Prins Edward of zo. Die is een keer door de Qatarese sheik erbij ingenaaid. En Andrew heeft ook het nodig meegemaakt. Ja, hebben hem nodig. Deze allemaal wat nodig meegemaakt. En ik denk dat het ook ligt aan de moeder. Dat was natuurlijk wel een kille vrouw. Oh, ja. Kijk eens aan. We hadden gisteravond Johan Derksen. Het was helemaal geen aardige vrouw. Het was een beetje een koude, kille vrouw. Ja. Iedereen in shock gelijk. Ja. Het publiek ook. Huilende mensen. Het is een bekende anekdote dat ze bijvoorbeeld in Zuid-Afrika was. En er waren een paar mensen die wilden haar even hun baby laten vasthouden. Ze liet op het kind liever vallen dan dat ze het pakte. Ja, haar eigen kinderen hebben volgens mij ook niet zoveel aan haar gehad. Misschien zijn ze daarvoor allemaal van het verkeerde pad, op het verkeerde pad geraakt. Je hebt natuurlijk de Crown gezien. Klopt dat een beetje? De Crown heb ik niet gezien. Je hebt niet gezien? Nee, ik kan niet alles zien hoor. Oh.
Maar dat is toch gaat over het Engelse Koningshuis? Ja, het gaat over het Engelse Koningshuis. Maar er is zoveel over het Engelse Koningshuis. Je hebt de film The Queen, je hebt de films over Victoria. Er is heel veel over het Engelse Koningshuis. Dat lukt jou niet dan? Nee, ik kan niet alles zien. Ik ga wel een keer binge-watch hoor. Dan ga ik het allemaal eens een keer bekijken. Okay. Maar het is fictie, hè? Dus The Crown. Nou, ja. Komt heel dicht bij de werkelijkheid. Ja, nee, niet de uitdrukkingen, niet de privé dingen. Daar weten ze helemaal niks van. Maar je hebt er niks van, je hebt niks gezien. Dus nee, maar dat weet ik. Ik heb het gewoon gehoord. Ja, zit gewoon een beetje deskundig uithangen. Ik weet een beetje, je kan natuurlijk spreken van dat je wel met andere mensen spreekt. Er zijn wel anekdotes over haar en die waar zijn. En dat, maar goed, dat komt niet uit dat ze echt die meningen doet die is in de Crown. Die zijn voor wat is het meest sprekende moment van Elisabeth voor jou? Nou, een heel sprekend moment vond ik wel eens een keer dat ze in 1982, er stond er op een gegeven moment, dat is een heel bekende anekdote, stond er een inbreker bij haar bed. Die was en op een gegeven moment, zij wordt wakker en ziet hem en zegt, u bent in de verkeerde kamer. Ja. Terwijl ze stiekem eventjes de knop van de stille alarm indrukt. Maar de bewakers komen niet, dat duurt hartstikke lang. Ja. Toen zegt ze tegen die man, wilt u soms een sigaret met een asbak? Dan ga ik het even voor u halen. Ja. En voordat het was, en toen zei ze later, hoe kunt u nog een godsnaam zo nuchter zijn? Zei ze, ja, ik kom heel veel vreemde mensen tegen. Ja. zo is het precies gegaan in de film, hè? In de Crown. Ja, kun je nagaan. Nou, dat heb je niet gezien. Natuurlijk, dat heb ik niet gezien. Nee. Maar hoe gaat de komende dagen eruit precies zien? Wat mogen we verwachten? Vanavond gaat Charles zijn eerste toespraak houden voor de Britse televisie. Ja. Er komt een, doet hij dat live of wordt dat semi-live? Ja, ik denk dat het live is, hoor. Dus dat, dan gaat hij... Dat hij zegt, ik doe maar ietsje later. Dat zal misschien zal er een vertraging inkomen van 1 minuut of zo, als hij zich... hij is al wat gewend, hè. Hij heeft dit jaar ook de troonrede uitgesproken. Ja. En daarna komen de 7 dagen van rouw. En dan komt er natuurlijk een begrafenis. En dat is natuurlijk een geweldig indrukwekkend gebeuren. Want de Britten zijn natuurlijk gek op tradities. En er komt zo'n affuit waar de kist op gaat. En die wordt voortgetrokken door matrozen met touwen in plaats van met paarden. Dat zijn allemaal van die leuke tradities. Ik heb er 2 meegemaakt van de Queen Mum. Hè, die werd 101. Ja. Ja, die dronk heel veel gin tonic. Dus daar kon je ouder van worden. En, van Prinses Margaret. En dit is... ik ben benieuwd wat dit wordt. Ik denk dat alle wereldleiders er wel bij willen zijn. Want iedereen die in Engeland komt, die zegt altijd, ik wil eerst naar de koningin toe. De premier interesseert me eigenlijk niet. Ja. Oké. Mis je het wel eens, het werken daar? Ja, ik mis het wel eens, maar ik ben er toch bij betrokken. Ik spreek er nu weer over, van de week ben ik overal op de media geweest over Liz Truss, dus ik blijf erbij betrokken. Oké. Ik zit me toch even af te vragen of die Charles het echt een beetje goed gaat doen. Want ik las ook dat hij nu overal naartoe moet gaan. Alle werelddelen waar hij zijn verhaal moet gaan houden. Ja, dat is ook zo. En er zijn heel veel werelddelen waar natuurlijk al referenda zijn geweest in het verleden. En over het moeten we het koningshuis behouden. En er was altijd de mening natuurlijk, Elizabeth redt het. Dus de koningin is populairder dan de monarchie. Ja. En dat wordt natuurlijk moeilijk voor hem. Omdat dat moet Charles allemaal waarmaken. Maar Camilla wordt nou, wat krijgt die voor titel? Ja, dat weet ik ook nog niet helemaal. Men spreekt nu over koningin consort, maar wat dat precies nou inhoudt, of ze nou prinses wordt of koningin. Dus ze hebben nu iets tussendoor gevonden. Lijkt een aparte wereld. Ja. Ja, zeer. En dat gezin, komt dat nog een beetje bij elkaar? Want die Meghan... Ze waren er gisteren allemaal aan doodsbed. Alleen Harry was te laat, geloof ik. Ja, maar Meghan was er niet bij, toch? Nee, Meghan was er niet bij. Nee, maar die wordt niet tot het hele gezin. Ik denk dat dat ook Sarah er niet bij was. En ik weet niet of alle kleinkinderen er ook bij waren. Maar Harry was te laat. En waar kwam dat door? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien is hij laat ingelicht. Oh. En Meghan was niet mee, nee. Dus blijkbaar hadden ze daar toch een beetje een hekel aan. Mag ik nog 1 vraag stellen over de dood? Vond jij het niet raar dat ze eigenlijk de dag ervoor nog een handje kon schudden met de nieuwe premier? Voor. 2 dagen? 2 dagen. 2 dagen ervoor, ja. Dat gebeurt en dat meer, is zo snel? Dat, mensen... dat ik begrijp dat dat vaker gebeurt bij oudere mensen. Dat ze ineens... Omvallen, ja. Ik weet het niet. Ik heb niet of zo'n pilletje gehad. Ze weten trouwens in Nederland op dit moment. Nee, maar er is ook niet bekend waar ze dan overleden is, hoor. Of ze zou kanker hebben, ze zou COVID hebben gehad. Maar we weten het niet. Jij ook niet dus? Ik weet het ook niet. Ze hebben mij niet ingelicht als enige. Okay. Muziek komt dat nog, hoor. Krijg ik een telefoontje. Ja, Peter de Waard. Bedankt dat je er weer was. Okay.